Mij is het akkoord, weet je, maar volgens mij past het nog wel in de begroting. Ja, ik hoorde van Merel net dat je nog 300 euro of zo had. Ja, maar er zijn ondertussen ook nog dingen vanaf gegaan, zoals neonlampjes op je op armen enzovoort. Ja. Maar dan moet ik... En wat is er nog over van trein, BV? Nou, dat is dus echt heel erg 0 euro. Want? Nou, alles was dus, ik had alles als exclusief BTW gerekend. Ja. En Jesse zei toen van, waar, als je als exclusief hebt berekend, waar is dan die 21% van inclusief BTW? Ja. Ja, en dus dat zou dan iets van 420 euro, dan, nee, 200 nog wat euro erbij zijn. Ja. Maar ja, het bedrag was dus allemaal inclusief BTW, waar ik dus exclusief had berekend. En wat heb je nu van die 1200 euro gedaan? Regenboog. Ja. Opblaasbaar regenboog, Roze Kerk. Ja. Het trouwbankje, ja. De bank en de backplop, ja. Gebeuren. En een outfit. Oké. Okay. En Merel, haar outfit is van de dinges gedaan, van de... Ja, Merel heeft nog niet iets te horen gekregen van. Ja. Maar indien dat er nog in de kosten plaats was van overige kosten, dan kan dat zeer zeker. Ja, oké. Okay. Maar ik vind dit eerlijk gezegd ook wel wat belangrijker. Dus nou ja, en anders dan wil ik er zelf ook wel wat geld in gooien, maar ik wil graag dat het leuk aangekleed wordt. Nee, snap ik. Er moet gewoon keuzes gemaakt worden, dat begrijp ik ook. En dat is verder aan jou.